Het ministerie van Openbare Werken is weer begonnen met het afleggen van werkbezoeken aan districten. Afgelopen donderdag is het district Marowijne aangedaan. Het nieuwe districtsorganogram is aan het OW-personeel gepresenteerd. Het ministerie van Openbare Werken bestaat nu uit 4 directoraten die in alle districten worden vertegenwoordigd. Directeur Bholanath Narayan van Openbaar Groen en Afvalbeheer heeft beloofd dat er meer middelen vrijgemaakt zullen worden om het werk vlotter uit te voeren. Minister Riyad Noor Mohammed gaf aan dat hij de districten vaker zal bezoeken. Op die manier kunnen problemen efficiënter aangepakt worden. De bewindsman zei dat in 2021 de middelen heel beperkt waren, maar dat er dit jaar verlichting komt in deze situatie. Noor Mohammed heeft de DC's gevraagd de vuilstortplaatsen in het district zodanig in te richten dat ze voldoen aan de milieueisen.